Naast mij staan Peter Sofie Adelon, leerlingverpleegkundige van het verpleeghuis hier bij Thewe. En aan jullie de vraag, waarom heb je gekozen voor de zorg en waarom zouden heel veel anderen dat ook moeten doen? Nou, waarom wij hebben gekozen voor de zorg is natuurlijk omdat het heel leuk is om mensen te helpen en het is natuurlijk heel erg gewaardeerd werk, dus daarom zou eigenlijk iedereen het moeten doen. Mooi, dankjewel. Deze week ging ik op bezoek bij verpleeghuis De Eipelaar in Breda van zorgorganisatie Thewe. Daar sprak ik met verpleegkundigen, leerlingverpleegkundigen, verzorgenden en mantelzorgers. En het ging over het werken aan persoonlijke en liefdevolle zorg. Meer tijd en aandacht voor de bewoners en wat daarvoor nodig is om dat te organiseren. De praktijk is soms best weer barstig en toch zien we dat er echt grote stappen voorwaarts worden gezet. Met het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is de lat flink hoger gelegd op het gebied van kwaliteit. Er is veel geld extra beschikbaar gesteld voor de verpleeghuiszorg. Maar geld geeft geen zorg en kwaliteitskaders ook niet. Mensen doen dat. Mooi dus dat uit de voortgangsrapportage van het programma Thuis in het Verpleeghuis blijkt dat er in de afgelopen tijd 29.000 medewerkers zijn bijgekomen in de verpleeghuizen. Zo'n 13 per locatie. En de medewerkers zijn tevredener over hun werk. De cliënten zijn gelukkiger met hun zorg. En dat is een groot compliment voor de verpleeghuizen. Oma moest het merken, heb ik eerder gezegd. En oma begint het dus ook te merken. En tegelijkertijd, we zijn er echt nog niet. De wedstrijd is nog lang niet gespeeld. Nog steeds vertrekken er bijvoorbeeld te veel medewerkers. Alle ballen dus op goed werkgeverschap om te zorgen dat we mensen vast weten te houden. En er is alweer een nieuwe wedstrijd begonnen. Zorgen voor voldoende plekken. Kortom, nog genoeg te doen. In de wintermaanden ligt griep altijd op de loer. Een griepprik helpt. En je haalt hem natuurlijk niet alleen voor jezelf. Dus voor iedereen die werkt in de zorg met kwetsbare mensen, gewoon doen. Iedere week vergaderen de ministers op vrijdag in de ministerraad. Normaal gesproken zit onze minister-president, Mark Rutte, deze vergadering voor. Maar omdat hij in Brussel was, deed ik dat deze week. Zo, dat was het weer voor deze week. Volgende week weer een nieuwe vlog. En voor nu, leuk dat je keek.